En in verband met Wereldoceaandag vandaag heeft Green Heritage Fund aan de waterkant het bewustwordingsevenement March for the Ocean georganiseerd. De dag stond in het teken van de bescherming van zeeën en de oceaan, meldt de milieuorganisatie in een persbericht. Het doel van het evenement is bewustwording te creëren over hoe Surinamers omgaan met de oceaan en het leven dat erin voorkomt. Samen met de bezoekers werd gekeken naar de gevolgen van plastic vervuiling en manieren om het gebruik van plastic te minimaliseren. Ook aan de kinderen is gedacht. Ze konden onder andere beachvolleyballen en dolfijnspelletjes spelen. De organisatie heeft gisteren reeds de film Turtle, The Incredible Journey vertoond in TBL Cinemas.